We spelen thuis. Ik heb altijd gezegd dat wij een lichting hebben met jongens met toch wel kwaliteit. Niet 11 spelers, maar 20. Dan vind ik wel dat je sowieso favoriet gaat zijn in elke wedstrijd die we spelen. Of we die rol kunnen waarmaken, dat is nog de vraag. Important, hein, mais pas dans le problème. On allait chercher un carton après 10 minutes, hein, ça sert à rien. Nécessaire, mais pas chercher. Ik heb de leiding van de wedstrijd overgelaten aan Thomas Buffel, dus zo was dat ook afgesproken. Ik heb in de voorbije wedstrijd een keer iemand van het veld begeleid die een rode kaart kreeg en daarbij uit mijn vak gelopen en dat mocht niet. Ik denk dat er heel veel veelzijdige kwaliteiten zijn. Ik denk dat we fysieke presence hebben, dat we snelheid hebben, dat we ook technisch vaardige spelers hebben tussen de linies. Het is belangrijk dat ze elkaar aanvullen en dat wij dan ook op trainingen de juiste dingen tonen om ze complementair te maken. Je komt van het Parc des Princes naar hier in Te Senderlo. Ja, dat is voor de nationale ploeg, voor je land, België, kan je zeker opladen. Of dat nu hier in Te Senderlo of in Parc des Princes, dat maakt mij helemaal niet uit. Ik ben altijd gemotiveerd. On a un bon équilibre. On arrive à bien défendre, comme on arrive à bien se projeter vers l'avant. On défend bien et on arrive à avoir une bonne reconversion et arriver à 4-5 dans le rectangle et pouvoir essayer de marquer des goals. Donc je pense qu'on a des qualités, on est vraiment complet. Je pense qu'on est complet. Ouais, bah, je pense que c'était une bonne prestation de toute l'équipe. On a joué ensemble et on a pu obtenir un bon résultat ici contre une bonne équipe d'Islande qui jouait fort regroupée. Donc c'est bien pour commencer dans ce groupe. Maar goed, ik denk dat we voor vandaag, ondanks dat we 3-0 gewonnen hebben, ook een pluim moeten geven aan de verdediging in het middenveld. Het is belangrijk ook voor onze ploeg dat we ze nul kunnen houden. Hè. Dat we kunnen tonen als we aanvallend voetbal spelen, dat we toch ook wel een verdediging hebben staan waar we op kunnen terugvallen. Ze zijn aan het begin van een heel mooi parcours als hun kwaliteiten gebruiken. En een team vormen is ook iets wat je absoluut nodig hebt. Daar.